Normaal gesproken is RTL Boulevard niet de plek waar je moet zijn als er iets spannends aan de hand is met een bekende Nederlander en je alle ins en outs wil weten. Tegenwoordig zijn de juice-kanalen op internet leidend als het gaat om brandende primeurs en sappige details, de tv-kijker krijgt nog niet de helft mee. Gooit Boulevard het roer nu om? Yvonne Coldewijer, de grande dame van de juice-journalistiek, stond gisteren opeens aan de desk. Pal naast Bridget Maasland, over wie ze vorig jaar nog de roddel verspreidde dat ze walgt van Nicky Plessen. De reden van haar komst waren haar primeurs over de misdragingen van Lil Kleine en Glennis Grace. Op haar kenmerkende manier sprak Yvonne uitvoerig over het laatste wangedrag van beide voicecoaches. Het gezicht dat Luke Ikink trok toen ze met stelligheid ponneerde dat de zoon van Glennis direct op een Jumbo-medewerker begon, in te rammen, toen hij werd aangesproken op het roken van een sigaret sprak boekdelen, dit is nieuw voor Boulevard. Boulevard is de afgelopen jaren flink in slaap gesukkeld. Al dit soort details over de sterren hoorde je daar niet meer, daarvoor moest je naar het internet. Maar nu lijkt het programma uit zijn jarenlange winterslaap ontwaakt. Boulevard was gisteren gewoon onderhoudend om naar te kijken, en niet alleen dankzij showbiz-hyena Yvonne Coldewijer. Aaron Bade leverde namelijk ook een vermakelijke bijdrage. Eerst stond hij voor het politiebureau waar zowel Glennis als Lil Kleine opgesloten zitten, later dook hij opeens op voor de Jumbo waar Glennis en haar knokploeg huisgehouden hebben. Omstanders mochten tegen Aaron zeggen wat voor vreselijk viswijf ze Glennis wel niet vinden. Avonds gaf Aaron het toe aan de talkshowtafel van Bo, onder druk van al die juice-kanalen gaat Boulevard toch een stapje verder. Ik denk dat we nu wat eerder een mening vormen over wat er bijvoorbeeld in die Jumbo is gebeurd. Ik denk dat we daardoor wel wat meer de grenzen opzoeken van wat je wel en niet laat zien. Vanwege allerlei journalistieke principes zat de remmer vaak flink op bij Boulevard, aldus Aaron. Nu schurken ze meer tegen de juice-kanalen aan. We werken ook samen, hè, af en toe. Yvonne. Ze heeft ook bij ons aan de desk gestaan. Het is de laagdrempeligheid van jou, waardoor mensen zich bij jou melden, ja, het houdt ons zeker scherp. Angela de Jong heeft er vandaag een hele column aan gewijd. Er speelde de hele uitzending een triomfantelijk lachje om haar mond. En geef Yvonne Coldewijer eens ongelijk. Het was ook een historisch moment. Zij, van het verguisde juice-kanaal Life of Yvonne, had het grote RTL Boulevard op de knieën. Na jarenlang bevriende collega's en gepiekeerde bazen te hebben gehoorzaamd, zie je Boulevard volgens Angela draaien. RTL Boulevard lijkt inmiddels dondersgoed te beseffen dat ze een achterstand heeft en een stapje extra moet zetten. Al met al was RTL Boulevard gisteren een kijkcijferhit, met 1,2 miljoen kijkers, 27% marktaandeel, was de showrubriek het vijfde programma van de avond. Ter vergelijking, ten opzichte van vorige week maandag, wint Boulevard bijna 20% aan kijkers. Door Natasha Harlequin doodgeslagen shownieuws, daar keken 378.000 mensen naar. Ook nog even de winnaars op primetime, dat waren Radar 1,4 miljoen, en Studio Peking 979.000, op NPO 1, Help mijn man is klusser 974.000, op RTL 4. VI Vandaag 849.000, op SBS 6 en Hunted Vips 765.000, op NPO 3.